Paul, het is hier hartstikke gezellig. Ik zie hier genoeg gebeuren achter jou. Kan je vertellen wat er precies op het programma staat deze dagen? Ja, ieder jaar organiseren we in de herfstvakantie het eerstejaars epipillentoernooi. Voor 64 teams uit de regio. Die komen met hun eerstejaars epipillen hierheen om een toernooi te voetballen. En dat doen we 4 dagen lang. Iedere dag een grote happening en heel veel blije gezichten. Hoe bevalt het tot nu toe dit jaar? De eerste 2 dagen fantastisch. Vandaag is het weer wat minder, maar het enthousiasme en het plezier bij de kinderen is er niet minder om. Hoe heet jij? Tom. Hoe oud ben je? Ik ben net 8. Net 8. Ja. En je voetbalt bij welke club? Bij Rijgenboys. Hoe gaat het vandaag? Ik vind de tweede wedstrijd vond ik het niet zo goed gaan, maar de eerste wedstrijd ging het wel goed. Ja. De eerste wedstrijd vonden we met 2-0 en de tweede met 2-1 gewonnen. En nou is het leuke dat jij dus bij Rijgenboys voetbalt, maar je mag ook 1 keer in de week mag je naar AZ. Hoe vind je dat? Ik vind het echt leuk om bij AZ te voetballen en het is gewoon moeilijker dan bij Rijgenboys. Dus eigenlijk leer je heel veel hier? Ja. Wij geloven er niet in bij AZ om kinderen van 8, 9, 10 jaar al naar de club te halen. Ons eerste elftalletje is onder 11. Wij geloven er niet in om al op 8-jarige leeftijd 10 jongens de stempel talenten te betitelen. We geloven er wel in om een veel grotere groep te beïnvloeden. Zonder lange reistijden, in de regio. 1 keer in de week, zodat ze voldoende tijd hebben ook om bij de amateur te blijven spelen. Maar ook dat ze tijd hebben om te spelen, buiten te spelen, bomen te klimmen, te ontdekken, andere sporten te ervaren. Ja, dat vinden wij veel belangrijker dan op 7-jarige leeftijd, 8-jarige leeftijd al kinderen te geven. Ja. Heb je bij deze editie al talenten gezien? Ja, meer dan. Ja, als je achter me kijkt, alleen al, dit is gewoon genieten. Nogmaals, het is bovenal dat al die kinderen hier vanmiddag met een smel de poort uitgaan. Maar we zijn 4 dagen drukdoende met schrijven, observeren en uiteindelijk weer om de voetbalschool te vullen. Ja, zit de volgende Teun Koopmeiners of Kelvin Stengs er al tussen? Ja, dat is wel ons doel, hè. Dat is wel ons streven. Ga je vandaag winnen? Ik denk het wel.